Dit is echt het punt waarop het helemaal fout gaat. Hallo, tof dat je weer kijkt. Ik zit vandaag met Caroline, mijn vriendin en collega ook nog van Women's Health Magazine. En wij gaan vandaag hier iets mee doen. Ik kreeg de tip om de No Mirror Makeup Challenge te doen. En dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Nou, ik ben al echt slecht in make-up, Caroline. Ik ben nog slechter in make-up. Echt verschrikkelijk. Eten kan ik heel goed, make-uppen not so good. Dus het is een top idee om dit zonder spiegel te gaan doen. Voor een camera, zodat iedereen kan meegenieten. Want wat gebruik jij normaal op je gezicht? Nou, als ik opsta, dan smeer ik wat dagcreme om mijn gezicht. Ja. Maar veel verder dan mascara en af en toe wat concealer om die enorme wallen weg te werken, kom ik eigenlijk niet. En jij? Ja, ik gebruik wel meer producten, maar dat betekent niet dat ik het ook kan. Alles wat ik weet heb ik geleerd, denk ik, van beauty gloss tutorials. Ja, ja. Dus we gaan het doen. We klappen het camera-schermpje naar achter. Before. Dit is waarschijnlijk, ziet dat er beter uit. Ik weet wel zeker. Ik denk dat het een goed idee is als we voor een bepaalde look gaan. Dus ik dacht misschien voor jou een soort van smoky eye. Want dat is echt iets wat binnen jouw skillset past. Ja, zeker. Oké, okay, smoky eye. Ja, ga ik voor. En dan ga ik misschien iets met kleur doen of zo. Ja, gezellig. Nou, daar gaan we. Doei. Nou, we hebben dus hier wat spullen neergelegd. Ik heb dus best wel wat shit, maar ook heel veel dingen waarvan ik geen idee heb wat ik überhaupt mee moet. Voor extra motivatie first hebben things first. Een glaasje genomen. En het glaasje bevat mijn zelfbedachte drankje Champy Boo. En dat is, Malibu met champagne. Ja, cheers! Oké, okay. Dit moet denk ik nog wel lukken. Primer. Jij weet primer oil, zag ik. Dat lijkt me ook echt op spul. Ja, dat vind ik dus niet. Want nee? Jij echt zo'n glimbek heb je dan. Ik heb het dus gisteren voor het eerst geprobeerd. Op aanraden van anders. Ja. En zo'n glimbek. Nou, jij wel, man. Caroline, vertel eens wat jij allemaal doet in het dagelijks leven. In het dagelijks leven werk ik op de redactie van Women's Health. Is vooral heel erg leuk. Als managing editor, dus dat houdt in dat ik een beetje de inhoud van het blad mag bepalen. Dus dat is wat ik doe. Verder woon ik in Utrecht, de leukste stad van Nederland. Ik heb ook een stempelkussentje, maar die is ook echt te smeren voor worden. Stempelkussentje. Je kan wel merken hoe goed pro's wij zijn. Ik ga even mijn haar opsteken, now it's getting serious. Misschien is dit wel gewoon hoe dit voor jou werkt. Nou, inderdaad. Gewoon alle spiegels verbannen uit mijn leven. Concealer, natuurlijk. Concealer, ja, die kan ik wel gebruiken. Ik heb gisteren een gele concealer gekocht, want dat is dan goed voor je blauwe houdzakken, zeg maar hier. Ik heb dus ook allemaal kwasten. Ja. Maar die heb ik dus ook allemaal nog niet echt gebruikt, want ik weet dus ook niet waar ze voor zijn. En dat hebben allemaal een andere functie. Is een kwast niet gewoon een kwast? Nee! Dan weet je, nee? Oké. Okay. Ja. Dat is allemaal nieuw voor ons. Kijk, ik heb dus zo'n stick. Oh, dat is groen. Dat is deze rood. Groen is deze rood. Ja, okay. Heb je nooit les gehad in de basisschool? Ik nee. Heb gezond op je hoofd. Super groot. Kijk, okay. Want dit. Wat doe je hiermee, jongens? Zo, ik denk hier voor je neusbrug. Zo. Zie je, past het precies in. Dat jij echt alle hoekjes meeneemt. Oké, maar dit is tegen rood. Maar is het dan ook als je een pukkel of een puist hebt, dat je dan dit erop moet smeren? Ja, want als je dan zo'n rode knot hebt. Oké, okay. Ik heb hier wel. Er zand zitten hier, hè? Oké, okay, die mag je wel weggaan. Oké, okay, nou dan ga ik denk ik eerst deze. Want ik heb echt weer een huid als een ontplofte krentenbol. Dat is echt. Voor je foundation moet je dit dan op rode plekken smeren. Nou ja, deze zegt dat je foundation eerst moet doen. Maar ja, ik doe ook altijd nog wat hoor. Je bent wel lekker dwars, hè? Lekker eerst foundation. Rebelskind dat ik ben. Dit is ook echt een verkeerd kwastje. Weet je zelf, een rode gedeelte. Ik heb altijd een rood hoofd. Heb jij nog plannen vanavond? Ja, ik moet dus zo naar de verjaardag van Max's oma. Oké. Okay. Ik kom geheel in stijl. En jij komt geheel in stijl, ja. En jij? Nou, met mijn smoky eye straks ga ik nog wel even een dansje wagen. Nou, bij mij is het zo ernstig, ik doe overal een extra laag op. Ik zit altijd in mijn spiegel te zoeken. Ja, die heb je niet. Niet leuk voor Max om een keer een No Mirror Makeup Challenge te doen. Hallo, heb je gezien wat hij deed met spiegel? Ja. Of nou ja, nou, met zijn eigen ogen op mijn hoofd. Uh-huh. Ik moet nog steeds mascara resten onder mijn ogen halen.
Ja, dan moet ik nu even gaan foundationen. Nou, dat vind ik moeilijk. Jeetje, foundation. Want ja, dan ben je net op vakantie geweest. Dan ben je net weer iets donkerder dan dat je was. Ja. Oh, the troubles. The troubles. Oh, wat een fancy glossy. Fancy, hè? Moeten we ook allemaal zeggen wat we gebruiken? Oh ja, wacht. Moeten we dit eigenlijk zo, hè? Oké, de camera viel dus uit. We hebben een stuk gemist, maar we gaan gewoon lekker door waar we gebleven zijn. Want we zitten er super lekker in. Ja. Hier komt mijn foundation. Ja, je kan me gek aankijken, maar dit heb ik geleerd. Van Vera Camilla. Die doet ook altijd zo plop, 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 plop. Ik weet niet of die het zo doet, hoor. Watch and learn. Ja, en dan nog een beetje stempelen zo. Hoppa. Bam, 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 bam. Wat wordt na foundation de volgende stap? Oh, ja. Cream blush, bronzer en highlighter. Cream blush? Dat heb ik niet. Wat is cream blush? Dan moet je lachen, toch? Ja, je moet wel even die jukbeenderen wat aanzetten. Ga ik met mijn... ik ga dus nu een keer voor een highlighter. Ja, je moet het allemaal. Oh, ik dacht dat de slash stond voor of. Nee. Oh, nee. Oké, dan gaan we voor de full experience. Dit moet je wel natuurlijk lekker blenden, hè, jongens. Moet je lachen of moet je eigenlijk zo doen? Nee, dat is voor bronzer. Of nee, contouren, dat moeten we ook nog doen. Nee, nu moet je lachen. Maar wel lekker blenden, hè? Nu gaat het echt fout. Weet je wat anders. Blenden is? Nee, ik hoop dat je deze vraag niet zou stellen. Ja, je lacht mij uit. Maar ik kan bij jou ook wel zien dat je je best hebt gedaan op... Ja? Op zandblending. Oké. Gaan we nu face contouren? Maar dit heb je echt dus. Zo. Ja, dat gaan we ook doen, want ik heb zo'n stick. Dus ik wil jukbeenderen. Ja. En dan moet je hier altijd volgens mij. Want het is van de zon. En dan hier voor je onderkin. Dat was dat denk ik. En dan blenden, hè? En dan blenden. Ja, het is nou nog een beetje... Heel goed. Onderkimmen. Dit is gewoon onderkimmen. Alsof mijn kind een tekening maakt op iemands gezicht. Is het onderkimmen? Ja. En blenden. Gewoon weer met de sponge? Ja. Tuurlijk, is nog niets meer genoeg. Daarom heb je waarschijnlijk het probleem met dat je de volgende keer je foundation weer te donker is. Of moet je dan het andere nog weer op je kwast zit. Van Yves Rogger heb ik... Kijk, ja, ik heb eigenlijk maar één soort poeder wat ik wel eens gebruik, maar ik weet überhaupt niet of het een bronzer of gewoon een poeder is. Op zich staat er bronzer op. Maar dan verder moet bronzer eigenlijk alleen zo hier ook over de... Ja, om je geval. Ik denk dat hij door heeft wat we aan het doen zijn. Ja. Fuck it, I'm out. Probeer het ons iets te vertellen. Nou ja, wat ik met dit soort shit vooral proberen is te verdoezelen hoeveel... pukkels ik, hè? Nou, dat is nu wel gelukt. Oh, yay! Winning! Hallo, Max. Hi. Dat gaat duidelijk supergoed. You wanna join? Nee, echt. Echt niet. Oké, highlighter. Wat? Dat is highlighter wel slecht. Heel slecht grapje. Was dit mompelen, Max? Die jukbeender moet dus echt gewoon in your face, zeg maar. Die moet echt zo vol... Waar was hij daarvoor dan? Ergens anders. Highlighting moes. Wauw! Ja, dat is toch wat je... Dit is wel een beetje wat ik voor ogen had. Maar highlighter. Kijk. Goud. Bro. Volgens mij doen ze dat ook altijd zo op je neus. Ja. En volgens mij ook dan dit, om dat naar voren te brengen. En volgens mij ook zo hier. Ik weet niet of je dit allemaal met je gouden op je moustache? Zo hier op je moustache? Nee, alleen hier. Oké. Okay. Daar is het kwastje dus voor, hè? Ah, ja. Het is prachtig, dankjewel. Ja. Ja, dit voelt goed. Ik heb het idee dat jij maar wat zegt, maar... Nee, jongen! Ik ga het niet... I blame beauty rules. Oké, poeder, jongens. Kijk, ik heb dus mat. Okay. En ik heb ook nog bananenpoeder. Dat klinkt goed. Bananenpoeder. Je wil natuurlijk dat dit mooie resultaat goed lang blijft zitten. Zeker wil je dat. Dus daarvoor gebruik je de poeder. Oké. Okay. Dat is echt een soort van duo penotti wat we hier aan het doen zijn. Ja, dit gaat heel goed. Thanks. Heb je wel afgeblazen? Nee, dat heb ik niet gedaan. Oké, dan hebben we voor de wenkbrauwen. Wenkbrauwgel, poeder en potlood. Heb jij je wenkbrauwen wel laten waksen of... Nee, natuurlijk niet. Nee, ik hoop niet. Straks eindelijk met van die kleine dunne wurmpjes. Ja, precies. Vindt u eens een leuk nieuwtje horen, jongens? Caroline gaat trouwen.
Dus eigenlijk moet je nu gewoon je bruidsmake-up oefenen. Nou, dat ben ik ook nu aan het doen. Ja, ja. Wist ik niet, maar wist jij wel. Ja, wist ik wel. Ja, dit wordt de Smoky Eyes bruidsmake-up look. Ja. Nou, zo hoeft het voor mij allemaal niet hoor, bij het altaar. Als je het zelf mooi vindt, dan moet je het natuurlijk doen, maar ik... Ik ben ondertussen lekker bezig met een eyebrow gel. Ja, een eyebrow gel, oké. Heel mooi model. Bedankt. Dat was ook alles meegezegd. Geloof je bij? Bijna. Oké, oogschaduw buiten. Oké, crème oogschaduw. Zorg er ook voor dat het lekker lang blijft zitten. Je moet gewoon op je ooglid smeren om. Oogschaduw. Oké, jij bent voor de smoky eye. Ja, ik ga voor de smoky eye. Een room bij, denk ik. Je weet hoe je smoky eye doet, hè? Voor dit palet? Ja, smoky eye, dat is denk ik toch gewoon zwart overal. Gewoon panda ogen, bam bam. De kwast uitzoeken vind ik altijd het moeilijkst. Gebruik je niet één voor alle, alle voor één. Nou ja, dit is denk ik veilig. Is dat weer goed onthema? Je begint met wit of lichte kleur op je ooglid. Op het bewegende ooglid. Oh, kijk, wij termen gebruiken. Mis jij de spiegel al? Nou, het is eigenlijk wel ontspannend. Ik vind het ook wel ontspannend. Ja, want je kan gewoon niet stressen om iets waarvan je denkt, oh, het zit net verkeerd. Het zit net verkeerd, nee. Het is eigenlijk gewoon aesthetic dance met make-up. Wat een vrijheid. Oké, dan doe je een middendonker kleur in je kies. Wat kies? Wat? You know what I want. You know what I want. Middendonker in mijn arcadeboog. Dit zijn woorden die ik nog nooit van mijn leven eerder heb gezegd. Oké, en dan lekker zo in die arcadeboog. Oh, wacht, ik heb een verkeerde korstje. Dit is echt een punt wat ik helemaal fout ga. En dan lekker zo blenden. Nee, je wil geen harde lijnen. Nee, nee. Dus ik moet echt goed blenden. Dat het mooi in elkaar overloopt. Dat is wat je wil, hè? Dat is wat je wil. Dat is wat je wil. Ja, nou, dat is dus ook precies wat ik doe. Nou. Maar nu ga ik het even mooi maken, hoor. Ik ook. Ik ga voor de finishing arcadeboog touch. Dat is niks. Moet ik nu nog donkerder dan daarboven? Is dat de bedoeling? Nou ja, zeg maar aan de buitenkant. Ah, ja, ik zie het voor me. Ik blijf gewoon een beetje glitter gaan of helemaal puur dark? Glitter is altijd beter. Ja, glitter is altijd beter. Maar waar ik dus echt een beetje bang van werd, er gingen dus zo die video's van andere YouTubers kijken. Die No Mirror Makeup Challenges. Yeah. En die waren allemaal zo goed, dat ik denk, jullie zijn allemaal zoveel beter dan ik ooit in mijn leven met spiegel zal worden. Ja. Dat is echt beangstigend hoor. Dat is echt beangstigend. Ja. Onder de ogen nog wat groen. Dat is leuk. Ja, ik moet ook vooral onder de ogen. Maar misschien moet ik even op mijn ogen nog iets meer blenden. Misschien moet je iets meer blenden. Zou je denken. Wat? You guys are gorgeous. Thank you. Denk je dat onze ooglook al af is? Dat nee, ik ga even wat meer onder mijn ogen doen. Want volgens mij is dat voor smoky eye beter. Van belang. Smoky ja, een dun, secuur lijntje onder de ogen. Kijk, heb je een oog? Het kan wel. Het kan wel, of het ook lukt. Oké, dan gaan we nu nog even die highlighter onder de wenkbrauw aanbrengen. Oh ja. Vind ik zo sexy. Wat ben je nu aan het doen dan? Ja. Is dit onder je wenkbrauw was dat? Oké, ik krijg. Dit is een hint. Dit is een hint. Ja. Denk je dat mensen al aan het uitlachen zijn in de comments? Oké, we moeten even de batterij vervangen. Dus, en... Nou, dan gaan we verder met de eyeliner en de oogpotlood. Oh god. Ja, oké. Okay. Concentratie. Fuck. Jou in je oog. En omhoog. Ja. Ik doe even een tweede oog al. Nou, doe dat maar. Zolang je maar niet. Doe je wing ook? Ja, zeker. Je moet omhoog. Komt die wing. Hatsa. Oké. Okay. Ik twijfel of ik hem ook nog een beetje moet aanzetten, de wing. Ik twijfel ook of je de wing moet aanzetten. Even serieus, hè? Ik heb hier wel echt mijn best op gedaan. Ja, maar dat weten we ook, Marije. Dat zien we ook. Top. We gaan door met mascara. Ik ga wel eerst mijn wimpers krullen, maar... Oh nee, dat durf ik nooit. Nee. Zo. Nou. Nou, ik vind echt dat jij een complimentje hiervoor verdient. Voor die mascara. Voor de... Lippen. Potlood, lipstick, lipgloss. Dat heb ik echt nog nooit gedaan.
Maar moet dat op je lip of moet dat zo een beetje de lijntjes contouren? Nou, volgens mij mag je zeg maar dan hiermee maak je natuurlijk iets grotere lippen. Nou ja, dat je gewoon zeg maar net met de natuur een handje helpt. Ja, ja, even net iets aanzetten. Dat het gewoon heel natuurlijk lijkt. Ja, ik zie. Ik snap het idee. Ja. Ja, dit gaat helemaal goed. Ja, bedankt. Oh, dus dit is echt lekker. Ja, hartig wel, ja. Oké, ik ga voor de ombre lipstick look. You can do this. Lipstick is your friend. Lipstick is my friend. Waarom doen wij deze challenge? Niet een mukbang of zo, dat we gewoon lekker kunnen vreten voor het leven. Nou, zeg je niet. Waarom inderdaad? Mm-hmm. Like als je de volgende keer wil dat Caroline en ik een mukbang. Spreek je het zo uit? Mukbang. Mukbang. Ja, lekker veel freten. Mukbang. Gaan doen. Zodat we kunnen kletsen en niet hoeven te focussen op make-up wat we niet kunnen. Ja. Hoezo niet kunnen? Dit is kinderend. Maar als je zo bezig bent, dan denk je toch wel, waarom zijn er überhaupt schimmels in de wereld? Nou hè. Nepvimpers. Oké, I need to focus. Focus on my lashes. Maar ik moet me echt even concentreren. Fijn. Dat ik er ook verder niks van zie in mijn blikveld. Ik voel niks. Oh, huh? Ik eindig er met twee op mijn vinger. Wacht, ik moet het weer even terugplakken. We're done. We're onze done. Look. Dit is hem. Oké. Okay. De onthulling. Oh my god. Ja, lekker geblend, hè? Lekker geblend. Ja, mooi. Jeetje. Ja, subtiel ook wel. Subtiel. Echt subtiel. Ja. Daar ga je. Dat is de colorful chic. Marije. Oh. Oh, wat doet dat zwart hier allemaal? Ook redelijk, redelijk subtiel toch? Wat een zipline. Oh. Nou, ik had het niet zo erg verwacht eigenlijk. Ik had het ook niet zo erg verwacht. Nee. Spiegels. Handig. Spiegels. Handig. Conclusie. Wij blijven oefenen. Bedankt voor het kijken. Wil je deze look nou ook kunnen? Kijk het filmpje nog een keer terug. Tot volgende week. Doei. Ciao.